Hallo allemaal en welkom op mijn YouTube kanaal. Mijn naam is Fadi Awad en vandaag gaan we praten over Microsoft Designer. Microsoft Designer is eigenlijk een online tool om mooie ontwerpen te maken met de artificiële intelligentie. Voordat we gaan beginnen wil ik u aandacht vragen alsjeblieft om te abonneren op mijn YouTube kanaal. Door te klikken op de belknop, dan blijf je op de hoogte van de video's en tutorials die ik vaak upload. We gaan zo meteen kijken naar de online tool van Microsoft Designer. Oké, en nu gaan we kijken naar Microsoft Designer. Dat is eigenlijk designer.microsoft.com. Hier staat erop designer.microsoft.com. En als je daar klikt, moet je eigenlijk registreren, sowieso. Je moet je paswoord ingeven en dan zie je eigenlijk wie je bent. Ik ben hier Fadi Awad. En kan je naar de account setting kijken en dan zie je heel veel dingen. Ja, oké. Nu gaan we iets maken met de artificiële intelligentie zonder ervaring. Dus we kregen zoveel mogelijkheden van Microsoft Designer. En Microsoft Designer is op dit moment enkel en alleen online. Dus we kunnen dat niet, jammer genoeg, niet op iOS en niet op Android. Dus op de mobiele applicaties is nog niet beschikbaar. Dat wou ik zeggen tegen jullie. De site op dit moment is in het Engels, maar we kunnen proberen in het Nederlands te schrijven. Hier staat erop, describe the design you'd like to create. Ik zou graag willen in TikTok. Ik ga proberen eerst in het Nederlands, dus ik wil een tik. Wacht hè. TikTok bijvoorbeeld video maken of zoiets. Klik op genereren en dan gaan we kijken welke mogelijkheden. Perfect in orde. Aan de rechterkant zie ik dat de designer van Microsoft heeft voor mij bepaalde schablonen klaargemaakt voor mij. Hier zien jullie dat? Zien jullie dat hier aan de rechterkant? Ja, heeft voor mij schablonen gemaakt. En hij zegt hier tegen mij, click to try this suggestion. Dus hij geeft mij mogelijkheden om te zeggen, create a fun and energetic, etc. Dus je moet eigenlijk in de prompt iets insteken. Oké. Ik wil dit veranderen. Ik ga iets anders schrijven. Bijvoorbeeld, ik wil een post over of nee, sorry. Ik ga schrijven, ik wil een Facebook cover maken. Ik ga zien als ze eigenlijk een Facebook cover kan maken. Ik ga kijken. Ik zeg genereert. En we gaan even wachten een paar seconden tot als de Microsoft Designer iets kan maken. En jawel, heeft voor mij zowel video's, covers, als gewone covers gemaakt. Ik klik op dit ene van de twee, wat ik kies, en ik zeg customize design, en hij zegt tegen mij, ja, wat wil je eigenlijk veranderen, Fadi? Ik zeg, ik ga de tekst aanpassen, en ik klik hierop, en ik zeg, welkom op mijn Facebook. En dan hier, cover your Facebook style. En dan gewoon schrijf ik hier Fadi Awad.
Oké, okay. Ik kan onderaan nog een pagina toevoegen, helemaal, uit page. Of ik kan zeggen, een nieuw design, of je gaat iets anders nemen. Dus, oké, okay, allemaal in orde. En ik kan zeggen, downloaden. En wat moet ik downloaden? Als PNG, of JPEG, of PDF. Ik klik op PNG. Downloaden. Oké, okay. Ik ga hem open doen en ik zie wat ik gemaakt heb. Perfect, heel goed, tof, mooi. Allemaal in orde. Ik klik hierop en nu ga ik terug naar mijn designer en ik, of naar de templates. Kijk ik een ander soort templates, etc. Dat is allemaal goed en wel. Pardon. Wat kunnen we nog doen? Start een nieuw design. Klik hierop. Ik ga iets anders doen. Ik ga nu een foto genereren. Ik wil eigenlijk nu een soort reclame maken. Stel dat ik een reclame maak over mijn restaurant. Ik heb een hamburgerzaak en ik wil een mooie poster maken, hè? Maar ik heb een foto nodig die ik wil gebruiken voor mijn poster of voor mijn post van Facebook of Instagram. Dus ik ga generate image klikken. Ik klik hierop en wat wil je graag hebben? Ik zou zeggen, ik wil een hamburger en bovenop een auto. Ik ga kijken wat hem zegt. Klik hierop. En een paar seconden later, zeker, ze zullen wel voorbeelden geven van een hamburger en bovenop een auto. En jawel, wat zie ik hier? Ik zie dit. Zoom in. Perfect. Kijk, hij heeft voor mij een hamburger gemaakt. Hebben jullie de foto gezien? Heeft voor mij een hamburger gemaakt. en boven de hamburger is mijn auto die ik gevraagd heb. Heel goed. En jawel, deze is eigenlijk heel handig. Dus we kunnen eigenlijk de designer van Microsoft vergelijken met, laten we zeggen, Canva, laten we zeggen, Creative Design. Van hele dingen. En je hoeft eigenlijk geen ervaring te hebben. Het enige wat je kan doen is eigenlijk jouw Microsoft Designer linken aan je mailadres van Hotmail. Of je moet een account maken zoals ik hier gedaan heb. En dan heb je de tool bij jou. Je hoeft niks van geen ervaring hebben. Helemaal, we zijn nu helemaal op het einde van deze mini-tutorial. Dat was het voor vandaag natuurlijk. Ik hoop dat jullie genoten hebben van deze prachtige tool, die online beschikbaar voor jullie allemaal. Ik hoop dat jullie dat heel goed gevonden hebben. Aarzel niet alsjeblieft om op mijn YouTube-kanaal te abonneren. En ik zie jullie in de volgende video. Dankjewel, tot ziens, dag!